deze video gaan we de top 10 grappigste slash beste momenten uit mijn video's bekijken. Ik vroeg op mijn Instagram wat jullie persoonlijk de leukste momenten uit mijn video's vonden. Dus niet de leukste video's, maar de leukste momenten uit video's. En heb van de reacties die ik daarop kreeg een top 10 samengesteld. Aangezien een heleboel momenten natuurlijk worden vergeten, ging ik ervan uit dat het vooral momenten uit recente video's waren. Maar er zitten nog zeker wat oude pareltjes tussen, tot mijn verrassing. Alvast bedankt voor het inzenden. Mocht je dat nou ook willen doen de volgende keer, vergeet me dan vooral niet te volgen op Instagram, @steven95. En klik ook vast even op de abonneerknop op YouTube, want ja, dat is ook gewoon gezellig. Oké, laten we beginnen. Op basis van jullie reacties staat op nummer 10 het moment dat mijn net nieuwe stagiair een scheet liet en vervolgens deed alsof er niks aan de hand was. Liet je nou een scheet? Liet je nou een scheet? What the fuck? What the fuck? Zegt er ook niks over. What the fuck? Ja, maar ik moet toch filmen, straks stamt iemand ineens op en dan ben ik met jullie aan het praten. We belden trouwens bij random miljonairs aan om te vragen of we met hun krentenbollen mochten eten. En het lukte, we mochten zelfs zwemmen, kijk maar. Fantastisch. Door jullie gekozen op nummer 9 staat het moment uit Potje Rijden met Bas Smit. We waren aan het rijden en kwamen op een gegeven moment in deze situatie terecht. Waarin we twee jongetjes zagen vechten buiten op straat. Ze lopen te duwen en alles. Hey, rustig hè? Oh, is een tweeling. Ja, sorry jongens. Het zijn twee broertjes. Ik denk, sorry jongens. Ook het was ook echt een eenijige tweeling. Ja, echt hè? Ze leken heel veel op elkaar. Ze hadden ook dezelfde acne. Ze hadden precies dezelfde acne. Nou, dat is bizar hè. Maar vervolgens, tegen het einde van de aflevering, kwamen we dezelfde jongens opnieuw tegen. Hey, daar is die tweeling, hey, tweeling weer. Wacht. Huh? Hey, hey, boys. Hebben jullie geen ruzie meer hè? Nee, oké. Andere is kant dit van bizar? Wij zitten in een auto, die gasten staan op de tram te wachten en zij staan gewoon nog bij de bibliotheek. Ik vind dit echt bizar. Hoe is het mogelijk? Jij zag het ook direct, hè? Wow! Nou, dit is echt. Hè? Dat jullie dat zien. Nou, andere kant bizar. Van Amsterdam nou, gewoon. Dit is echt bizar. Je zegt ook echt, nee. Dit is echt bizar. Nou ja, wat ging zeg, hé. Wat ziek. Nou, we gaan ook nu ook direct een paar krasloten halen. Vervolgens zou de uitspraak. Ik vind dit echt bizar. Ook nog een hele mooie meme worden. De volgende was heel populair bij jullie. Namelijk op nummer 8 hebben we het moment dat we stonden te wachten op iemand die 50 euro van ons zou komen kopen voor 1 euro. En dat Sean tot niemand zijn verbazing op een gegeven moment naar de McDonald's gaat. Wil je naar de McDonald's? Dat is wel een milkshake. Ik hoef namelijk niet per se. Ik doe het echt. Ja? Daag me niet uit. Hè? Niemand daagt je uit. Waarom daagt iedereen mij uit? Niemand daagt je uit. Ja. Waarom daag je mij uit? Je hoeft dit niet te doen. Gozer, nou moet ik het doen. Ja, je hoeft het echt niet te doen. Ik kom met 10 milkshakes terug. 1 is toch genoeg? 50 dan, oké? Maar het gaat vooral om het moment dat nu kwam. Sean komt hier wel aan. Wat heb je nou gekocht? Is dat wat? Heb je eten gehaald? Ja. Shrimpies. Nou, snap ik. Oh, kak. Hier, alvast. Ik moet even terug. Eigenlijk, ik wilde zo santé doen en toen vlogen. Zeg maar, dit liep zo los. Het blijkt. Het is moeilijker dan het lijkt. Bruint. Mag ik nog iets zeggen? Ja. Weet je wat ze zeiden bij de. Ik maak oprecht geen grap nu. Ze zeiden. Tot morgen. En toen begonnen ze te lachen. Ik maak er even geen vat toe. Dit is echt net gebeurd. Heel raar. Ook weer niet, want je komt er echt vaak. Shrimpy? Nee. Shrimpy? Nee. Oké. En met nummer 7 komen we weer uit bij Sean. Dit weer van een aflevering van Potje Rijden. Een hele tijd terug met Tajula, waarin Sean moet niezen en zijn mobiel als een soort van zeepje uit zijn hand vliegt. Maar we hebben geen controle over de nies. Oh, damn. Oh, ik moet zo nou nog zeiken. Tering. Nummer 6 is gek genoeg weer met Sean een soort van. Want in deze video gingen Sean en ik van vriendin ruilen. En kwam het moment daar dat we gingen slapen in bed met elkaars vriendin. Wat gewoon heel raar was. Kijk maar. Het is mijn bed. Ik vind het niet zo gemakkelijk.
Oh, oké. Okay. Nou. Nou. Ja! Wel. Ja! Nee, maar ik denk nu ook aan Steve en Joel die zo liggen. Dit voelt heel gek. Yep. Ja. Nou, Moet je dan ook doen, zeg maar, wat je normaal had gedaan? Wat zou je normaal doen dan? Nee, niks. Wat? Nee. Gewoon. Nee, wacht, ik word helemaal naar. Nou, dat was het. Zo gek. Oei oei. Ja, dat was gek. Oké, op nummer 5 staat weer een aflevering van Potje Rijden waarin Sean, alweer Sean trouwens, deze opmerking maakt naar Sophie Oesri. En het grappigste is misschien nog wel Sophie Haarlag. Dat is heel leuk. Waar geef je het liefst je geld aan uit? Eten of vakantie. Of sigaretten als ik het zo ruik. Wow, ging aan de hoe lach jij al? Nee, je lacht niet echt zo. Ja, zo lach ik wel, maar niemand hoort me ooit lachen, dus dat weten ze dan. Nee, maar jij dat gewoon. Ha! Even pauze. Ha! Dan viel het niet meer aan. Oké. Ik heb pijn in mijn buik. Ja, ik had al pijn in mijn buik. Ik heb diarree. Lachen. Ja, even normaal. De legendes gaan dat Sophie Oesri nog steeds lacht. Op nummer 4 hebben we er een uit een hele oude doos uit mijn tijd dat ik nog modellenwerk deed. Ik was hier op de Fashion Week in Milaan en ik was aan het vloggen. En ik had daar een vriend uit Spanje genaamd Alejandro. En sommigen van jullie herinneren je blijkbaar nog dat ik bij iedere grap die ik maakte of iedere opmerking die ik tegen hem maakte het nummer Alejandro van Lady Gaga eronder editte. Hier een kleine greep daarvan. Bro, wat is dit, man? Wat is dit, man? We kunnen geen taxi vinden, dus we hebben maar eentje gebeld. Damn it, Alejandro. Damn it. Oh! Let's go, Alejandro! Yeah. Alejandro, my man! Mag niet. Alejandro, oké. Okay, op nummer 3 staat een momentje dat komt uit de video dat we in het slechts beoordeelde hotel van Nederland sliepen, wat heel erg goor was. En dat Sean, Rijn en ik even een goed gesprek hielden met elkaar. Op nummer 2 staat het stukje uit de video dat we gaan overnachten in een spookhotel waarin ik uitleg wat de geschiedenis van het hotel is en we erachter komen dat we nog meer lul zijn dan we dachten. Wel, als je daar behoefte aan hebt, kan je aangeven bij het personeel dat je niet in de spookkamer wilt overnachten. Dat heb jij toch gezegd? Wat? Heb jij gezegd tegen de boeker dat we niet in de spookkamer willen? Nee. Dus we kunnen nu in de desbetreffende spookkamer zitten? Wellicht. Sowieso hebben jullie dan de kamer en wij niet. Nee, dit moet je dus niet zeggen, Britt. Waarom zeg je dit? Ja, want nu hebben wij hem dus. Ook vertelt de Ghost Hunter NL op zijn blog dat de oude eigenaar van het hotel nog steeds rondloopt op de eerste verdieping. Oh, wij zitten op de eerste etage. Ja. Wij zitten op de eerste etage! Steve, had je dit al gelezen? Een soort van. Ook voelde hij een sterke energie bij de stoel op de eerste etage. Dat was zijn terrein, zegt hij. Die stoel heb ik net gefilmd. Geloof het pas als ik het zie. Dus ik vind dit soort verhalen nooit zo eng. Maar ik wil het dus niet zien. Dat ik vind die spiegel hier kapot eng. Oh! Het is een goed moment om even door het hotel te lopen. Maar dan, op nummer 1 heb ik eigenlijk 2 fragmenten. Omdat, ja, het was gewoon een soort van gelijkspel. De eerste, die moest er natuurlijk bij. Dat was het moment dat Bram erachter kwam dat Wim Kok was overleden. Wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? Wim Kok. Die is vorige week overleden. Toch vorige week overleden? Nee, toch? Wie is Wim Kok? Of is het Wim Kok? President Wim Kok. Ja, die is vorige week overleden. Nee. Ja? Nee. Sorry. Sorry, de burger. Echt? Ja, nee, serieus? Is Wim Kok?
RIP Wim. Ja, shit. Kut. Nou, dan wil ik die niet meer zijn. Kut. Ik wist het echt niet. Sorry. Yeah! 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 Dit heb ik het laatst gegoogeld. Maar ik ben daar echt wel een beetje van slag van. En de andere op nummer 1 was het moment dat ik een parody heb gemaakt op gekke werk van Calvin. What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, ik Calvin. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van... Andere kant. Nee, niet. Fuck. Gekke werk. En wat mensen vooral eng vonden was het feit dat mijn lach precies leek op die van Calvin. Zeg 24 uur lang, overal nee op. Ja, wat is dit nou? Ja, dat kan toch niet. Ja. Het lijkt er inderdaad wel verdacht veel op. Conspiracy theories!